Een hele goede namiddag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik ben niet in orde, mijn excuus ervoor. En daarom ben ik ook zo laat. Ja. Het is woensdag, het is 18 september. En we leven alweer reeds om 15.44 uur. Dus ja, tegen kwart voor vier aan. Het komt door iets dat ik niet in orde ben, maar ik ga niet klagen verder. Nee, ik heb gewoon pijn aan mijn hoofd van hier tot yesterday. Ja, het wil me niet over, hè. Het wil me niet zakken. Nee, hoe komt dat weet ik dus niet, maar ik weet wel. Ik ben ermee wakker geworden. En ik denk, nou, dan neem ik er even wat voor in en dan ga ik nog even leggen. En ja hoor. Ja, ik vertel het me wel, dan weten jullie het. Ik heb een buurman hier al in de buurt. En die heeft een drumstel. Helemaal leuk, ik vind muziek heel erg leuk. Ja, mijn broer heeft ook een drumstel gehad. Maar het ellendige is, die vloeren van deze woningen, die lopen er één stuk door. Dus dat dreunt ook door als er eentje zit te trommelen of van mijn part op een blaastrompet of weet ik veel wat voor muziekinstrumenten dan ook hebben. Dat dreunt, trilt door. En als je dan hoofdpijn al hebt, dan is dat niet bevorderlijker voor jouw hoofdpijn. Dan wordt het alleen nog maar erger. Nou, dat dus. Ja. Hij mag van mij best trommelen hoor, maar ja, niet wanneer ik hoofdpijn heb, maar dan kan hij weer niet ruiken. Ja, het is niet die naast hoor, iemand anders. Nee, van de buurman die naast heb ik verder helemaal geen last. Die speelt geloof ik ook helemaal geen muziekinstrument, nee. Ik heb vroeger wel gedaan, orgeltje. Ik had een orgeltje, daar speelde ik op en ik kon geen noot lezen. Toch speelde ik erop, ja. Gewoon met kinderliedjes. Nou, en later kon ik ook dat hele nummer van, hoe heet die? Camel. Van Dit is uw orgelheer. Heel mooi. Ik kon hem helemaal uit mijn hoofd spelen. En dus, maar in ieder geval, gedaan de zaken neem ik een keer. Ik hoop dat het zometeen mag zakken als ik even naar buiten ben geweest. Ik had eigenlijk vandaag boodschappen willen doen en moeten doen, maar ja. Komt er niet van, want ik wil ook vanavond eens een keertje normaal eten hebben. Dus ik wil vlees bakken en een potje groente openen. En dus komt het helemaal wel weer goed, hopelijk. Ik heb vlees uit de vriezer gehaald. Nou, en ik wil even doppetjes met worteltjes eten, dat heb ik een tijdje niet gehad. Dus ja, dat dus. En dan moet ik desnoods vrijdag mijn boodschappen doen. Dan weet ik het niet, want zaterdag is Karenjaar. Nou, dan moet ik wel het een en ander, tenminste jarig, ze is al lang al jaar geweest, maar ze viert het hier. En dan moet ik wel het een en ander in huis voor haar hebben, voor de visite. Ja. En dus, dat dus. Maar komt wel goed, vrijdag nog een dag, want morgen krijg ik weer, zoals nu de voorstad, huishoudelijke hulp. Dus ja, dat kan je ook niet weg. En die komt, zover ik weet, rond een uur of twee. Ik weet het verder niet. Ik heb nog niks gehoord. Maar ja, we merken het wel, we zullen het wel beleven. Hè, meisjes van het goede leven. Ja. Ze houden zoveel rekening met mij, die twee meisjes. Echt. Oké, ik heb tussendoor ook nog eventjes met Rijke aan het stoeien geweest. Want ja, voordat ik Elwin kreeg, deed ik dat ook normaal. Iedere ochtend was het gewoon een ochtenduurtje. Nou ja, een uurtje, een lange uurtje. Want we waren echt aan het stoeien en oude kapotte handen. En dat heeft ze toen helemaal naar
naar zijn malle miezen gescheurd. Echt hartstikke leuk met z'n tweetjes toen. Maar ja, dan met zo'n grote bullenbak erbij gaat het niet. En die stoeit niet. Nee, dat is een heel ander soort slaghond. Ze wil wel spelen, maar met andere, op een andere manier. Ja, dat ze gaat er veel rustiger aan toe. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het zonnetje schijnt. De lucht is, ja, blauw. Niet echt blauw, maar ook niet wit. Het hangt er net tussenin, laat ik maar zeggen. Maar oké, wij gaan eventjes de hort op, even naar buiten. En dan zullen we het wel beleven hoe en wat. Ja, ik zou zeggen, tot later en geniet ervan. Doei, doei. Die legt haar dus lekker en die andere die legt denk ik op haar speelgoedbox, maar dat maakt niet uit. En het gaat nog steeds niet zoals het wezen moet, nee, het zit hem aan die kant. Schele hoofdpijn, maar niet lekker. Ja. Maar dat maakt niet uit, we zijn lekker wel een blokje om geweest. Het is niet koud, het is lekker. Ik heb met de buffo daar even staan te kwekken op de heenweg, maar ook weer op de terugweg. En ik heb mijn andere buffo staan te kwekken hier voor mijn eigen poort. Dus ja, dat was wel even leuk. En dan ga ik een bak koffie maken en ja, even wat voor mezelf doen. En ik moet nog aan het werk, ik moet nog twee vlogs in elkaar zetten. Eentje voor Karen, eentje voor Ikke. Dus ja, dat dus. Dus we gaan nou eerst een bakje koffie maken. Dat gaan we eerst doen. En dan ga ik daar lekker van genieten. En ja, wat jullie gaan doen, weet ik niet. Nee, want ik ben niet bij jullie. Misschien gaan jullie ook eens wel een bakje koffie doen en eten. Dat ga ik ook straks doen, ja. Dat. Maar ik ga met mijn bakje koffie, ga ik eerst eventjes wat voor mezelf doen. En daarna ga ik eten maken. Ja, ik heb van dat vlees wat jij op een barbecue moet doen. Maar dat ga ik lekker bakken. En de koekenpan. Ja. Lekker. En even een ander pannetje vet maken. Voor als, nou ja, nee, ja, ik moet eerst in mijn soeppan kijken. Er zit nog vet in, maar ik weet niet of dat nog goed is. Laat ik het zo zeggen. Dat moet ik eerst even bekijken. Ja, en zo oud is dat nog niet eens. Maar ik zag van de week iets missen. Van, ik weet niet wanneer het was. Ik zag iets raars. Ik deed de deksel even omhoog en ik zag iets raars. Wat het is, ik weet niet. Maar in ieder geval gaan we straks even bekijken. En het is nou koffietijd voor mij. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lekker, lekker, lekker eten. Vleesje, vleesje, vleesje. Allemaal van die spekklapjes die je normaal op de barbecue legt. Kijk, gewoon gebakken in het koekenpannetje. En hier de doppetjes met worteltjes. Ja. Helemaal lekker. Dan gaan we lekker smullen. Ja. En meisjes hebben ook wat lekkers gehad net. En mijn kereltje ook. Rijka is aan het gek doen. Die is een beetje gek aan het doen, hè? Rijka? Rijka gek doen? Zeg maar ja. Dus ik ga even een hapje eten, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet ook van jullie avond. En tot later. Ja, ja, de tijd is weer aangebroken. We hebben al een rondje gelopen. Ik vond het niet zo warm, maar toch nou 16 graden, maar ik wegging was 17. Nu zegt hij 16, de computer zegt ook 16. Wat zegt mijn telefoon ervan? Ik weet het niet. Oh, hier moet ik ook nog uitschakelen, weg. Ja, die zegt ook al 16 en het voelt als 15. Nou, dan weten we dat ook weer. Ja, toch? Dat, ik had wel mijn dikke jas aan en we gaan nou zometeen lekker slapen. En ik hoop dat ik me dan morgen weer beter mag voelen dan ik me vandaag voelde. Ik heb in ieder geval wel even een dubbele dosis van die CBD-olie, geloof ik, ingenomen. Want ik verga weer van de pijn. Ik ken ook beter door dat het kouder gaat worden. Hè, dat het veel, nog veel meer gaat opspelen. Maar dat merken we dan wel weer. Ja.
In ieder geval, fysiotherapie helpt daar ook niet zoveel uit. In mijn onderrug en mijn knie. In mijn nek heeft dat goed gedaan en mijn bovenrug vanwege mijn hoofdpijn. Ik heb nog maar, ja, ik heb nog wel hoofdpijn. Wie heeft dat niet? Ook vanwege die stralingen van die 5G-antennes. Noem maar op, ik krijg ook hoofdpijn van. Dat is allemaal ongezond voor ons mens en dier. En ja, je wordt rekend maar, krijg je de virus niet, krijg je wel wat anders. Ja toch? En daarbij, we worden ouder en naarmate men ouder wordt, en dat geldt ook voor de jongeren onder ons. Zodra je ouder begint te worden, ga je ook het een en het ander mankeren. Ja, vooral als het ook in de familie ziet, dan kom je jezelf wel tegen. Ja, dus ik zou er even om denken als ik jullie allemaal was, want ja, je weet maar nooit. Dus lieve vrienden, we gaan lekker een beetje toe. Dus ik wens jullie allemaal welterusten, slaap lekker met mooie droom. Uiteraard ook gezond weer uit je bed zien te komen en jullie weten het allemaal. God die houdt over ons te wachten. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!